Goedemorgen. Huh? Goedemorgen. Goedemorgen. We zijn het wakker geworden. Hier in de bossen. Helemaal mooi. Helemaal kut. Welkom bij weer een nieuwe video van Hopeloos. Mijn naam is Jarno en daar zit Reinoud. En vannacht hebben wij gekampeerd. Maar liefst wild gekampeerd. Hier in de Ardennen. Matthias heeft ons gisteravond gedropt op een locatie. Nou, daar zijn we zelf een stukje gaan lopen. We hebben onze tent hier in de Boesboes opgezet. Nou ja, het is best wel primitief en we slapen op een berg. Dus we rollen eigenlijk al een beetje naar beneden. En we hebben echt een paar uurtjes nacht geslapen. Er staat ons tentje dan aan dit mooie water. Dat ziet er nou weer reflectie uit. Zo is het natuur. Wil je nog wat vertellen over de nacht? Ja, het begon een beetje hard te waaien, dus we dachten, kut, het gaat regenen, maar het is wel rustig gebleven. Ja, dus wel goed. We hebben geen regen gehad. Nee. En nu komen er allemaal hardlopers voorbij lopen hier, want we zitten hier langzaam weg, dus we gaan me snel eventjes inpakken. Ja, het hoeft er maar eentje te zijn die even een belletje Ja, nee. Aangezien wild kamperen hier dus illegaal is, ja, moet je wel gewoon een beetje oppassen. Dat je niet te opvallend gaat zitten, want zeg maar... Hiernaast had je ook een pad, naast de reling waar je kon gaan zitten. Maar ja, wij dachten dat het niet zo heel verstandig was. Je hoeft maar één boswachter te hebben en... Ja, s'nachts leek het wel beschut. Ja. We dachten dat we heel beschut zaten hier langs de zijkant. Maar we zitten niet echt beschut. Nee. Dus nou gaan we even ontbijten, spullen pakken, tent inpakken. Even drone vliegen. Ja, en dan gaan we de roadtrip beginnen. Dan gaan we liften. Oké, we hebben net dus even lekker droog geschoten. Hier zie je nog waar we een beetje hebben gegeten. Ja, we hebben tent gepakt. We gaan tent ingepakt. Spullen pakken. Nou, we hebben spullen al gepakt en dan gaan we snel weer door. Want we moeten nog helemaal naar Nederland. En we weten nog niet eens waar we zijn. Nee. Dus we moeten wel de weg terug gaan vinden zo meteen. We gaan nou snel alles inladen en dan gaan we weg. En dan hopen we op een benzinestation te komen of zo. En dan... Yep. Ja. Ja, het is wel makkelijk om gewoon bij het benzinestations te komen. Om vanuit daar verder te reizen. Dat hadden we met de allereerste video een beetje fout gedaan. Dan werden we één keer gewoon letterlijk naast de weg afgezet. Ja, daar heb je gewoon niet zo heel veel aan. Je moet echt gewoon bij het benzinestation staan. Benzinestation, tot benzinestation, tot benzinestation. En dan lekker door naar Nederland, hopelijk. We gaan basiskamp verlaten. Yes, het is tijd om te gaan. Let's go. Om een liftje te fixen. Dag mooi meer. Je was hem een genoegen. Oh, wat staat hier? Verboden te kamperen. Daar hebben we onszelf niet aan gehouden. Ja, hier. Maar dit meer? Dat is best mooi. Het is een aanrader. Ik Meertje van Ko. Meertje van Ko. Dankjewel. 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 Hier moeten we een keertje nog een keer naartoe. Ja. Geen goed plan. En dan nemen we wel een tweede batterij mee. Aangezien we nu nog twee streepjes batterij hebben. Ah, en, bijna één. Net gaf die één aan. Ja, dus we hebben echt zwaar weinig batterij. En dan moeten we maar zien of we nog eind van de dag redden. Anders is het natuurlijk wel lekker makkelijk. Anders kunnen we gewoon de rest van de reis de trein pakken. En tegen jullie gewoon zeggen dat we gewoon gelift hebben. Nee, dat doen we niet. Nee. Dus ja, we gaan nou eventjes laufen. Op naar een lift. Aangezien dat de vorige keer niet zo heel erg goed ging samen met Matthias. Die auto's rijden trouwens wel mogelijk. Jemige. Nou ja, aangezien dat de vorige keer niet echt ontzettend goed ging samen met Matthias. We hebben maar liefst één lift gehad van een onbekende. De rest waren allemaal via kunnen regelen. Dus ja, we gaan zien of het vandaag succesvol wordt. Beste Frans op. Ja, Poor van voor. Poor van voor. Dat is paas. Zoals gewoonlijk wil niemand ons in de auto hebben. We hebben nog een probleem. Wij spreken geen Frans. En al die Fransen die spreken geen Engels. Dus ja. Ja. Helaas.
gaat het, Reinoud? Nou, niet goed. Ik zit er wel onder duim op. Oh, misschien met die motor. Nee. Iedereen die rijdt zo hard voorbij. Iedereen rijdt echt heel hard voorbij. Echt onzichtbaar. Misschien moeten we maar gewoon zo met die camera gelopen. Misschien hebben we dan meer geluk. Want tot nu toe. Nou, we zijn eigenlijk alleen maar aan het lopen. We hebben een lift. Thank you so much. Thank you so much. Nou, die man is even haar dochter aan het wegbrengen naar de paardrijclub. Yes. En dan gaat hij naar zijn werk. En hij zet ons af in Leuk, vlakbij Luik. Ja, vlakbij Luik, bij een benzinestation. Hopelijk. Ja. We zijn in ieder geval weg uit deze buurt. Ja, maar het zegt achter ons zo'n auto, die ging ook nog, die wilde ook nog even verstoppen. Maar die, toen zag hij dat er al een auto was gestopt. Dus ja, jij zag het niet eens. Ik zeg, Reinoud. Ja, ik zag die andere auto, die remde ook al af. Ja. In één keer twee. Ja. Er kwam echt een stroom van 10, 12 auto's of zo. Ja, ik had niet verwacht. Want waarom zou je vanuit je werk dan... Ja, aan de ene kant, nu kan het nog. Zometeen heb je niet meer mensen die gaan werken. Maar die komen dan weer terug van vakantie of zoiets. Zoiets, ja. Yes. Top. Liftje nummer 1. En we zijn in Verviers. En daar is de highway to... To Limburg, Maastricht. Daar moeten we naartoe. We zijn al een eindje onderweg. De batterij is nog steeds twee streepjes. Dus het gaat goed. Soms is die één. En nou gaan we hier even een nieuwe lift proberen te fixen. Ja, maar gaan we ook Belgen vragen? Ja, tuurlijk. Die gaan waarschijnlijk naar... Naar België. Want dit is die weg. Ja. Dus sowieso goed. Het gaat... Misschien kunnen ze ook rijden op die snelweg. Redelijk oké. Op de snelweg op een fuel station. Want als je daar op zo'n fuel station zit, dan ben je goed. Dan zit je echt goed. Nou, mijn taak is dus om even wat karton te gaan regelen bij een winkels hier. Dus dat ga ik eventjes doen. Dan kunnen we even mooi Maastricht schrijven op ons karton doosje. Rijon! We hebben net zo'n man daar gesproken bij het benzinestation. Die zei dat het hier heel lastig was. Dat iedereen ging maar een klein stukje eigenlijk. Maar dat was ik al zo. Ik kreeg reden dat mensen die een klein stukje gingen lopen. En rijden. Rijden, ja. Niet lopen. En nu gaan we dus naar het treinstation. En dan gaan we kijken of we daar vanuit daar naar Luik kunnen. Want vanuit Luik was het blijkbaar makkelijker, zegt hij. En dat lijkt me wel een groot jaar, dus. En zicht bij Nederland. Dat is toch weer die 30 kilometer dus. Nou, dat hopen dat het niet te veel kost. Nou, we gaan even de trein pakken. We gaan het grabbelen. Voilà. En dat is best wel prijzen. Ziet hij het? Ja. 12,40 voor twee tickets. Dat is niet te zuinig. Werkt dit? Hè? Huh? Wat is dat? OV? Dit is niet werkt. We arrived in Leuk. In Leuk, Liege. Liege. En nu gaan we maar eens eventjes... Hopen dat mensen hier wat meer niet Frans spreken. Ja, dat mensen gewoon in Nederlands spreken. Nederlands iets. Dan gaan we eens even proberen een lift te fixen naar Maastricht. Ja. En vanuit daar komen we heel makkelijk op de A2. En dan hoeven alleen maar de weg te blijven volgen. En dan zijn we hopelijk weer thuis. En, als het zo gaat. En de camera is bijna leeg, dus daar moeten we ook even op letten. Ik heb besloten dat we geld gaan bedelen om de trein te pakken naar Maastricht. Oké, gaat hij alleen naar Maastricht? Ja. En hoeveel kost dat? Weet ik niet. Maar we gaan even kijken bij het ticketautomaat en dan moeten we heel snel geld gaan bedelen, want hij gaat om. Kijken, hij gaat... Lukt niet in een uurtje of zo hoor, anderhalf uur. Wat? Het geld. Niet. Nee joh. Tuurlijk wel. Ik kan best snel hoor. Huh? Als iedereen een euro geeft, dan hebben we het zo. Ja, oké. Okay. Ja. Ik denk dat het 6 euro kost of zo. Oké. Nou, dan gaan we ervoor. Ja. Let's go! Nou, Reinoud, hoeveel kost het? 15,80.
En dat moeten we even bij elkaar gaan zien te schrappen. Want ons noodbudget is al op. Ja, ja, dat is pech. Geld weg. 6.5 hours later. Ja, we hebben nog heel veel views. Waarschijnlijk nog maar 1 minuut, dus ik praat een beetje snel. En we zijn nu inmiddels in Breukelen. We gaan dan zo meteen naar huis lopen. We gaan nog 4 kilometer lopen. Ja, we gaan nog 4 kilometer lopen. En dat kunnen we helaas niet filmen. Of misschien 1 minuutje, want ik praat. Vertel nog wat over de camera, waarom die elke keer uitvalt. We trekken echt het laatste juice uit die accu gewoon. De laatste juice. Hij valt dus elke keer uit. Ja, echt voor 1 minuutje. Hij kan 1 minuut filmen en dan valt hij weer uit. Dus, dus we zijn nu al, we hebben 100 keer een minuut gefilmd, denk ik. Skur, skur. One eternity later. Ja, helaas is het niet helemaal gelukt. We zijn wel binnen 24 uur thuisgekomen, maar niet op de manier zoals het had gemoeten. Nee. We stonden in Luik en onze camera ging leeg. Dat hadden we al een beetje aanzien komen. Maar ja, we hadden toch gehoopt dat we iets verder zouden komen. En dat we misschien wel thuis uit zouden komen met die ene batterij. Dus we zijn vanaf Luik niet verder gegaan met liften. We hebben gewoon de trein naar huis gepakt, omdat we het niet op beeld konden zetten. Heel erg jammer, maar we willen het zeker nog een keer gaan doen. En daar hebben jullie hulp bij nodig. Ja, geef even 100.000 duimpjes omhoog. 100.000. Ah, 1 miljoen. Moet zeker lukken. 1 miljoen duimpjes, moet zeker lukken. 250 subscribers. 1000 duimpjes omhoog en we gaan het nog een keer doen. We 1000 duimpjes omhoog en we gaan het nog een keer doen. Zo, doe gewoon even 1000 duimpjes omhoog en we gaan het gewoon nog een keer doen. Ja, dat heb ik niet af wat te zeggen. Jij hebt te lachen, hè?